En de 11 van Roda staan op de eigen helft. Toch een opening bij Gilas. Goed, Smits. De bal is achter de lijn geweest. Doelpunt. Op advies van zijn grensrechter zegt Thomas, het is raak. Al belegerd Roda, nu die meneer Blom, die met zijn vlag heeft aangegeven dat Smits de bal achter de lijn weer heeft weggehaald. Alleen Smits kent het juiste verhaal. Want hij stond op het verkeerde been, moest terug naar de doellijn. Er komt. Ja, dan is hij rap op die paar meters. Meijer, goed schot en een doelpunt. Prima gedaan. Van Herpen krijgt het verwijtende gebaar. Meijer viert het feestje. 1-1. Kopbal en een doelpunt van Daarden uit die hoekschop. Meijer zet het blok. Daarden komt in. En terwijl de aandacht uitgaat naar een ander, scoort Daarden. 2-1. In de 25e minuut naar rust. Nog een keer gaat Van Grinsven naar voren. De man in het groen daar. Want het is de echte laatste minuut nu. Patinama. Aijgoren. Wie? Paal. Doelpunt van Van Grinsven. Het doelpunt van Van Grinsven in de laatste minuut, zeg. Nou, nou. Wat een feest. Jongen, jongen, jongen. Dat Den Bosch. Dat mag toch niet mopperen. Israël dus ook niet tussen punt. Let op Curver. Met zijn klok. Vlakbij. Rechtsveen. Nou, aftrappen en zo gek veel valt dat er niet meer te doen hier in Den Bosch lijkt me. Want inderdaad, Thomas zat al redelijk laat. Dat vindt ook Curver, die wit heet is, achter de camera. Daar is Rinus Israël met Curver. Terwijl Van Grinsven op het veld het feest heeft, lopen Curver en Israël nog de ravotten daarachter.